Ja, een heel goedenavond allemaal. Het is weer tijd voor Bank Giro Miljonairs. De show waar je met beantwoorden van maar 15 vragen 1 miljoen euro kan winnen. Het publiek hier in de studio bestaat uit deelnemers van de Bank Giro Loterij met aanhang. En de beste en snelste 8 daarvan die zitten hier rondom mij heen verzameld in de arena. Maar we gaan eerst verder spelen met Martin. Martin, goedenavond. Welkom. Goedenavond. Welcome back, zou ik willen zeggen. Ja. Martin uit Nijverdal. Hier op de tribune geflankeerd en gesteund door jouw vrouw Alexandra. Ja. Jullie hebben 2 dochters. Ja. En je hebt de vorige keer verteld, met heel veel geld gaat een hele hoop met manesjes en zo gebeuren. Nou, er gaan in ieder geval wel een paardje komen, ja. Dat gaat zeker door. Ja, is dat alleen voor de dochters? Want hoe oud zijn de dochters? De Sanne, die is 15 jaar en Lisa is 12 jaar. Dus zijn echt van die paardenmeisjes? Ja, ze rijden nu elk weekend. Ja. Al In Nijverdal? Nee, in Holten bij de ponyvriendjes. Ja, schattig, de ponyvriendjes. Ja, daar krijgen ze les. Ja. En daar hebben ze heel veel plezier van. Maar het doel is, de droom is een eigen paard. Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. Nou, dat is een mooie insteek toch, nu? Ja. Voor vanavond. Ja. Als we de ladder erbij halen, dan zien wij namelijk dat jij het al heel goed hebt gedaan eigenlijk. Tot en met vraag 7. Je bent in het bezit van 2000 euro. De volgende vraag dus voor 4. Je hebt nog 2 hulplijnen. De 50-50 kun je gebruiken om 2 foute antwoorden weg te strepen. Je kan een vriend of vriendin bellen. Zijn er verder nog dingen die je wil weten of die je wil zeggen, die je kwijt wil? Ja, hopelijk een beetje goede vragen, maar dat is afwachten. Ik wens je sterkte en heel veel succes. Daar gaan we, Martin. Dank je. Volgende vraag dus voor 4000. En dat is deze. Hoe heet de geestelijke die door de Turkse leider Erdogan gezien wordt als de aanstichter van de coup in 2016? Is dat Atatürk? Is dat Orhan Pamuk? Is dat Haseki Hürrem? Of is dat Fethullah Gülen? Ja. Volgens mij was dat niet Atatürk. De andere 3. Volgens mij is dat Fethullah Gülen. Ja, die ga ik spelen. Die ga je spelen. Antwoord D. Antwoord D, we vullen het in. Antwoord D. Volgens Martin is het niet Atatürk, maar komt hij vrij snel bij Fethullah Gülen. Het antwoord is goed. Ja. 4000 euro. En ik zie dat er een soort, het is echt adem uit. En nu zijn we ontspannen en nu gaan we echt de ladder bestormen. Volgende vraag al voor 8 mil. Hier komt hij. Uit welke omgeving is de uitdrukking met de Franse slag afkomstig? Is dat A, uit de weverij, B, de paardendressuur, C, de scheepvaart of D, de aardewerkindustrie? Nou, paardendressuur, dat zou je kunnen weten, maar ja, of dat goed is, dat weet ik niet. Nou, ik ook niet. Denken, moeilijk. Met de weverij is het volgens mij niet. Paardendressuur volgens mij ook niet. Blijft de scheepvaart en de aardewerkindustrie over natuurlijk. Je hebt nog 2 hulplijnen. In geval van nood, want... Ja, ik denk dat ik toch een hulplijn ga inzetten. En wel de 50-50. De 50-50? Ja. Dan gaan we 2 foute antwoorden wegstrepen, zodat we het juiste antwoord en het laatste foute overhouden. Daar gaan we. Oh, dus toch een van de eerste 2 wel. De weverij of de paardendressuur? Ja, als het paardendressuur is, zal mijn vrouw het zeker weten. Maar ja, ik ga het dan toch voor... Ik ga toch antwoord B spelen, paardendressuur. Antwoord B? Ja. En hoe kom je dan nu bij antwoord B? Dat gok ik eigenlijk. Ja. Het is eigenlijk gewoon, je staat gevoelsmatig met je rug tegen de muur. Ja. Ja.
Ja, ik vraag het alleen maar omdat je bij een fout antwoord natuurlijk uitgespeeld bent. Ja, ik snap het. Ja. Maar je speelt dus. Ik ga spelen voor antwoord B. Paard. Antwoord B. Dan vullen we dat in. Antwoord B, de paarddressuur. Met alle gevolgen van dien, indien dit antwoord fout is. Want dan val je en 3.500 euro terug. En je bent uitgespeeld. Bij een goed antwoord, dan gaan we lekker door. En hebben we nog een hulplijn in het verschiet. Ja, waar komt die uitdrukking dan vandaan met de Franse slag? Hier op mijn scherm staat inmiddels het goede antwoord. Ik moet zeggen dat Alexandra zeker het goede antwoord weet volgens jou. Ja. Die zegt antwoord A, weverij. Oh. Het goede antwoord is antwoord B, de paardendressuur. En zo gaan we proberen 16.000 euro vast te zetten bij het volgende juiste antwoord als je besluit te spelen, Martin. Naar wie is de actiegroep Dolomina genoemd die in de jaren 70 voor vrouwenrechten opkwam? Koningin Wilhelmina, Wilhelmina Drucker, Wilhelmina Cooper of Mina Kruseman? Nou ja, ik denk zeker niet naar koningin Wilhelmina, dat geloof ik niet. En van de andere, ik heb geen idee. Nee. Echt niet? Echt niet. Martin? Nee. We hebben nog één hulplijn. Bij geen flauw idee. Ja, die moet ik inzetten, want... Als je zou moeten kiezen, ik vraag nu maar wat. Wat zou je dan denken dat het goede antwoord zou kunnen zijn? Zonder dat je nu gaat spelen, hè? Ja, dan denk ik dat het antwoord D is. Dolomina, Mina Kruseman. Ja. Het heeft waarschijnlijk niks met de Wilhelmina's te maken, dus... Maar de gok is te groot, denk ik, om het te doen. Dus de hulplijn? Ja. En wie gaan we dan bellen? Dan ga ik Willy bellen. Wie? Willy. Willy. En wie is Willy? Willy Bessemender, dat is een vriend van mij. Ja, en die weet dit? Ik hoop dat hij dit weet. Ja. Waarom zou Willy het kunnen weten, denk je? Willy heeft wel aardig wat algemene kennis. Oké. We gaan contact zoeken met Willy. Waar woont hij? Willy woont ook in Nijverdal. In Nijverdal. We bellen Nijverdal. Willy weet inmiddels dat jij hier in de stoel zit natuurlijk. Ja, ja. Dus hij wacht het telefoontje misschien wel af. Willy Bessemender? Ja, Willy met Robert en Brink. Het is zover. Martin heeft jouw hulp nodig. Robert. Luister, het gaat om een vraag voor 16.000 euro. Jullie hebben 25 seconden de tijd. Gebruik die alsjeblieft goed. Zodra je de stem van Martin hoort, gaan de seconden lopen. Succes. Ja, prima. Willy, naar wie is de actiegroep Dolomina genoemd die in de jaren 70 voor vrouwenrechten opkwam? Is dat koningin Wilhelmina? Wilhelmina Drucker? 12 seconden. Wilhelmina Cooper? Of Mina Kruseman. 5. Martin, ik ben bang dat ik het niet weet. Dat is jammer. Nou, lekker dan. Ja, ik had wel vertrouwen in hem, hoor. Dat was Willy. Dat wel, ja. Helaas. Wat ga ik nu doen? Ja, wat is wijsheid? Ja. Eigenlijk heb je geen enkel idee. Nee, als ik de vraag lees naar wie is de actiegroep Dolomina genoemd, dan zou ik echt gaan voor antwoord D, Mina Kruseman. En waarom dan? Nou ja, omdat het ook Mina is. Niet een Wilhelmina, maar anders was het misschien wel de Dolle Wilhelmina's genoemd. Ja, ik weet het niet. Het is een vraag voor 16.000 euro. Daarom. Dan zijn er twee opties, of een wilde gok into the blind met de kans 7.500 euro te verliezen.
Gaan we te stoppen? Dat gaan we niet doen, dan gaan we stoppen. Dan ga je stoppen? Ja. Definitief? Ja. Definitief. Oké, Martin. Een wijs besluit, denk ik. Dan wil ik voordat je vertrekt wel weten wat je gekozen zou hebben als je had gespeeld. Toch D. Mina Kruseman. Antwoord D. Mina Kruseman, dat vullen we in. Dat vullen we ook in, dat zien we. En dan zie ik dat dat antwoord niet goed is. Want het was Wilhelmina Drucker die eigenlijk 100 jaar eerder al voor vrouwenrechten streed. Okay. En vandaar Dolle Mina, een wijs besluit. Martin, wij feliciteren jou met het heerlijke bedrag van 8000 euro. Dankjewel en veel plezier in Nijverbal. Tot ziens. Als u nu thuis denkt, dat kan ik ook, dat kan ik beter, ga dan naar de site en maak dan kans om ook tegenover mij op de stoel terecht te kunnen komen. De spannendste stoel van Nederland. De deelnemers van de Bankgirenloterij hier in de arena, die hebben voor de uitzending 10 vragen het best en snelst beantwoord. Maar slechts één van hen die maakt nu kans op die felbegeerde hot seat. Ik ga ze allemaal nu aan u voorstellen. Hier komen ze. Marco uit Purmerend. Rix uit Steden. Peter uit Oud-Beierland. Anja uit Diemen. Dennis uit Ronte. Rink uit Amsterdam. Anne-Riek uit Beuningen. Peet uit Beegpum. Dat waren ze. Nou, met jullie gaan we dus nu de vliegensvlugge vraag spelen. Handen graag aan de apparatuur en stilte in de studio. Zet zo snel mogelijk de antwoorden die ik nu ga geven in de juiste volgorde. Het gaat om deze vraag. Zet deze kinderprogramma's op chronologische volgorde van eerste aflevering. De film van Ome Willem wordt vervolgd Telekids Taarten van Abel. Ja, dat waren de 15 seconden. En dan gaan we kijken naar die goede volgorde. Allereerst de film van Ome Willem. Ja, uit 1974. Dan wordt vervolgd, 83. Telekids begon in 1989 en de Taarten van Abel 2003. We gaan kijken naar de lijst met mensen met deze volgorde en dan de snelste. Het zijn er 3, maar Anne-Riek is de allersnelste. Met 5,7, Anne-Riek. Je gelooft het niet helemaal, hè? Nee, hè? Nou, kom je met me mee naar de hot seat? Ja, aan de gang. Tegenover mij dus Anne-Riek uit Beuningen. Jij was de allersnelste met uw vraag. Kijk je veel kinderprogramma's eigenlijk? Sinds mijn kleindochter is geboren, Mira. Ach, kijk eens. Ja. Want je moet veel oppassen dan, neem ik aan. Ja, ik ben er ook veel, dus televisie. Ja, precies, ja. Leuk. Ja. Dat zal te maken hebben met jouw dochter die hier op de tribune aanwezig is? Dat is mijn schoondochter. Dat is je schoondochter? Ja. Oké, dat is Lindsay. Jij bent 54 jaar, hobby's wandelen en fietsen. En een droom is een... Is een huisje op Mallorca. Ja, waarom Mallorca? Heerlijk. Leuk eiland en altijd plezier. Dus ja. Omdat Rafael Nadal daar vandaan komt. Die is ook leuk. Ja, precies. Ja. Hey, luister, we gaan de ladder er voor je bij halen. De 15 vragen waar het allemaal om te doen is natuurlijk beginnen met 50 euro. En dan klimmen we lekker op naar dat miljoen dus. Voor dat huis.